Welkom allemaal. Mijn naam is Ine van Gisbergen en namens het bestuur en alle vrijwilligers van Miracles in Contact wil ik jullie van harte welkom heten hier in Doorn. Ik ben ook gewend inmiddels, want ik sta hier nu een keer of acht, om de meditatie met jullie te doen. Dat ga ik nu niet doen, dat gaat Neda zo met ons doen. Fijn dat je er bent, Neda. Ja, heel fijn. Het licht in jou. En kijk, hierachter staat het muzikale stuk al klaar. Dus we zijn heel erg blij dat je er bent. Ik ga zitten en the floor is yours. Ja, dankjewel. Welkom allemaal. Zo fijn om hier te zijn met jullie. Echt heel super dankbaar om deze dag met jullie door te brengen. Het is voor mij ook altijd weer zo fijn. Ik ben ook altijd benieuwd wat er allemaal gaat komen. Weet dat het allemaal net zo goed voor mij is als voor jullie allemaal. Ik zeg altijd, we reizen samen. We worden samen wakker. En toen ik hier naartoe reed, toen had ik wel in mijn hoofd dat ik dacht, oh, even checken. En misschien ook voor degene die online joinen. Als je het fijn vindt, mag je je camera aandoen. Als je dat echt niet wil, dan niet. Maar misschien is het wel fijn om ook via de Zoom wat meer contact te kunnen maken met elkaar. En gewoon voordat we dadelijk beginnen met de meditatie, vroeg ik me even af of we de handen omhoog kunnen doen voor wie het op dit moment, het leven even niet heel makkelijk is. Of iemand die ervaart van oké, het is niet allemaal, ik ben niet 1000% gelukkig. Is wat Dan gaan er al wat meer handen omhoog. Kan zijn fysiek, kan zijn mentaal. Laat de handen nog even omhoog. En kijk eens even, kijk even om je heen. En soms kan die reis van angst naar liefde best wel alleen voelen. Ook op de Zoom zie ik wat mooie handen omhoog. En zeker tegenwoordig met social media, dan lijkt het alsof jij de enige bent die niet zielsgelukkig is op een onbewoond eiland met een lekker bord eten. Maar we doen dit echt samen. We doen dit echt samen. Dus welkom met alles waar je nu bent. Ja, welkom. Dus we gaan zo lekker zakken en even intunen met de meditatie. En ik voel om jullie nog iets meer ruimte te geven. Daarvoor begin ik met een nummer die hier heel erg bij past. Het nummer heet Dark Night of the Soul. Misschien ervaar je dat nu wel, die Dark Night of the Soul. Of Dark Nights of the Soul. Nee, die komen en die gaan. En dit nummer schreef ik terugkijkend op een van mijn Dark Nights of the Soul. Waarbij ik realiseerde van, oh, ik dacht dat het allemaal, alsof alles tegen mij was. Of alsof het volgen van de liefde en het echt overgeven en het vergeven ook, alsof dat een sacrifice was. Alsof ik daarmee iets opofferde. Iets wat belangrijk was voor mij. En ik weet nu, en ook door de cursus natuurlijk, dat ik eigenlijk alleen maar angst kan opofferen. Wat natuurlijk helemaal geen echte opoffering is. Maar voor het ego voelt het wel zo. Omdat het ego, dat is letterlijk angst. Dus die wil absoluut niet dat we het pad van de liefde volgen. Want die is bang om niet meer te bestaan. Dus hier zitten allemaal dappere mensen. Allemaal hele dappere mensen. Hele dappere mensen. Die het allemaal wel durven om dat enge pad, dat onbekende pad te gaan wandelen. Wel ja te zeggen tegen de liefde. Wel naar binnen durven te kijken. Terwijl het ego zo luid roept van kijk niet, ga daar niet, ga weg. Kijk naar buiten, wijs, blame, geef de schuld weg. Maar kijk vooral niet naar binnen. Daar is het gevaarlijk, daar is het donker. Hier zitten allemaal dappere mensen die zeggen van nee, maar ik wil wel kijken. Ik wil wel een andere manier. En het is mooi geweest met die duisternis. Het is mooi geweest met die
met die loop, die eeuwige loop van illusies, van schaamte, van schuld, van pijn. Dus dank je wel, dappere mensen, dat jullie hier met mij zijn. Certain fell away. The ones I thought never would leave me couldn't stay. The road that seemed so clear before made sense no more. I sat down beside you and asked you, what is it all for? If I'm asleep, then wake me up. I wanna feel only love through the dark night of the soul. The sweetest sound came that led me on through the bij mij zijn geweest, die kennen de stembevrijdingszucht. De stembevrijdingszucht is een heerlijke, open, bevrijdende zucht. Geen zucht die
frustrerend aanvoelt. En zegt van, ach, was iedereen maar zo spiritueel als ik. Oh, studeerden ze maar net zo lang de cursus als ik. Dan was het allemaal beter. Die frustrerende zucht. Nee, die dus niet. Die stembevrijdingszucht is open, ontspannen. En ik nodig je uit om die... Ja, tijdens heel de lezing, wanneer je voelt van... Oh, het stroomt niet helemaal meer lekker. Of ik voel iets. Voel je vrij om lekker te zuchten. Contact te maken. Dus we doen dat door onze mond echt lekker te openen. Onze kaak te ontspannen. En in te ademen op wat er aanwezig is. En uit te ademen op wat voor zucht of geluid er ook maar wilt komen. Dus laten we dat één keer even samen proberen. Dus adem diep in. Ja, kijk of je gezicht lekker ontspannen is. Je kaak ontspannen. Laten we nog een keer doen. Adem in. Ja, neem ook even een moment om te kijken of je lijf wat wil. Of het wat wil schudden. Of draaien. Misschien wil je wat met je nek of je schouders draaien. Kijk maar even wat voor jou fijn voelt. Kom lekker aan. En kijk dan eens, hoe zit je hier nu? Welke gedachten, welke gevoelens heb je meegenomen? En kijk eens of je echt alles kan uitnodigen. Dus ongemakkelijke gevoelens hoeven niet gepauzeerd te worden of even weggestopt te worden voor deze middag. Kijk eens of alles er echt mag zijn. Oké, dit is hoe ik hier nu zit. Mag dat? Kan ik ook het ongemak een stoel geven en welkom heten? Net zo liefdevol en hartelijk als die vreugde en die enthousiasme. Wetende dat wat er ook op dit moment speelt in je leven, dat het echt behulpzaam is voor onze tijd samen. We zijn hier allemaal omdat we gevraagd hebben om wakker te worden. We hebben gevraagd om een andere manier. Kan het ook anders? Waar is de uitgang? Dus je kan er van uitgaan dat wat er ook gaande is, dat doel helpt en support. En dat ook al ziet het er misschien uitdagend of moeilijk uit. Dat het echt de perfecte recipe, perfecte recept is voor jouw ontwaken. Dus welkom alles. Welkom alles. En als je merkt dat er tranen omhoog willen komen, kijk eens of je die dan niet kan doorslikken, maar met zo'n lekkere zucht wat ruimte kan geven. Zo, hey, ik zie jou. Jij mag er ook zijn. Mooie tranen. Spirit uit. Heilige Geest, Jezus.
Jezus. Wat voor symbool ook voor jou werkt. Dit symbool voor de perfecte liefde. Het deel in ons die weet wie we werkelijk zijn. Die weet dat we nooit weg zijn gegaan van de liefde. Die weet dat we nog steeds precies zo zijn als God ons geschapen heeft. Dat het onmogelijk is om ooit iets anders te zijn dan wie we werkelijk zijn. Dat deel in ons die weet dat dit eigenlijk helemaal geen reis is, maar een reis zonder afstand. Dat het al lang voorbij is. En in werkelijkheid nooit had kunnen beginnen, dat deel in ons. Dat weet dat vergeving eigenlijk helemaal niet nodig is, omdat er niks te vergeven valt. Dat deel in ons die weet dat enkel liefde waar is. En dat deel in ons die ook weet dat wij dit allemaal nog niet helemaal geloven, nog niet helemaal kunnen accepteren. En daarom met zoveel liefde, zoveel geduld, oneindig geduld, zoveel zachtheid, ons elke stap van die weg zonder afstand begeleidt. Terug naar de plek waar we nooit van zijn weg geweest. Nou, ik kan me geen betere leraar voorstellen. Dat deel van ons dragen we deze dag over, deze bijeenkomst. We kunnen ontspannen, we hoeven niks zelf te doen. Laten we daar nog even lekker op zuchten. Zelf te doen. We hoeven het niet te weten. We hoeven het allemaal niet te snappen. Enkel die bereidwilligheid. Die is al voldoende. En kijk dan eens naar binnen. Waarom ben je hier vandaag? Is er een intentie die je graag zou willen zetten voor jezelf? Iets waar je graag licht op wil schijnen met de spirit? Iets waar je op dit moment wat mee struggelt, wat lastig is voor je? Wat je graag vrede zou willen zien. We herinneren ons dat niks te moeilijk is voor de spirit. Het is allemaal gelijk. Een illusie is nog steeds een illusie. Dus er bestaan voor de spirit geen moeilijkere illusies of grotere illusies. We kunnen het daarom ook niet fout doen. Ik zeg altijd, salvation is not a boat that can be missed. Dus verlossing is niet een boot of een trein die we kunnen missen. Er is helemaal geen boot, er is helemaal geen trein. De cursus in wonderen leert ons, we zijn er al. Daarom kun je het niet fout doen. Daarom is een gelukkige uitkomst zo zeker, want je bent er al. We zijn hier alleen maar om dat samen weer te herinneren. Om dat samen weer te aanvaarden. Om daar ja tegen te zeggen.
Om in te zien dat ons eigen plan voor geluk gewoon echt niet gaat werken. Proberen en hoe verleidelijk het ego ook die wortel aan een stok maakt. We blijven rennen. We blijven jagen. En in alle geduld kijkt de spirit toe en zegt: ik heb een ander plan voor je. Plan die gegarandeerd gaat slagen. En waarom? Omdat het plan al lang geslaagd is. Het is alsof je op de eerste dag van school je diploma al ontvangt. Diep ademen. Voel wat er gevoeld wil worden. Even wat je nodig hebt. Misschien wil je wat uitrekken of wat schudden. Mooi. Dankjewel. Wanneer je klaar voor bent, kan je je ogen weer openen. Oké. Nou, ik wil jullie uitnodigen. En even kijken hoe dit ook eventueel met de Zoom kan. Misschien dat jullie even kunnen kijken of dat ook mogelijk is. Maar ik zou jullie graag willen uitnodigen dat we even een paar minuutjes nemen om met je buurman of buurvrouw even uit te wisselen over jouw intentie, als die er was. En ook om te wisselen. Ik weet niet of dat ook via de Zoom mogelijk is. Nou, dan kan je het in de chat misschien delen met elkaar. Is dat een idee? Kijk even naar de Zoomers. Oké, ik zie some thumbs ups. Ja, als je dat wil. Voor de Zoomers, deel in de chat wat jouw intentie is of wat je hebt ervaren tijdens de meditatie. En ik zal even een diedeltje spelen als we gaan omwisselen. Ja? Dus probeer echt te blijven bij je gevoel. Dus je hoeft niks uit te leggen. De ander hoeft het eigenlijk helemaal niet te begrijpen wat je zegt. Dus kijk of je echt vanuit je gevoel kan praten. Dit is wat er nu is. En dit is mijn intentie. En go. Nou, ik zag bij de Zoomers al super mooie intenties. Ik heb jullie intenties gelezen, mensen thuis. Heel mooi. En is er hier iemand die nog iets wil delen in de groep? Iets wat je nog graag met iedereen zou willen delen? Of iets wat je op je hart hebt? Of een vraag die je zou willen stellen voordat we verder gaan? Is er iemand? Everybody good? Oké. Ja.
Dan mag je ook op het podium gaan staan. En voelen wat dat met je doet. Oké, okay, nou, ik voel... ja, het is een muzikale lezing, merk ik. Ik voel dat er nog een nummer weer opkomt die gezongen wil worden. Volgens mij vinden jullie dat niet erg. Het nummer wat opkomt, het heet Look Within Your Heart. Komt van mijn nieuwe album. En dit nummer gebruikt een heel mooi citaat van een cursus in wonderen. Die zegt, those who seek the light are merely covering their eyes. Dat is eigenlijk wat net ook doorkwam, hè, in die meditatie. Dat vind ik zo mooi van een cursus in wonderen. Dat het ons telkens weer herinnert aan, met licht is er al. Daarom is het ook zo succesvol. Daarom is die happy outcome, dat zo zeker is. Want het is er al, dus je kan letterlijk niet falen. Onmogelijk. Dus those who seek the light are merely covering their eyes. En even verderop staat er ook die mooie zin, enlightenment is but a recognition, not a change at all. Dus verlichting is slechts een herkenning. Het is helemaal geen verandering. Het is helemaal niet iets eigenlijk in de toekomst of als ik dit doe dan. Het is echt slechts dat erkennen van wie we werkelijk zijn. En het klinkt allemaal zo simpel. Het is ook heel simpel, hè? Maar het is... Onze ervaring is, althans mijn ervaring is, dus dat het niet altijd heel makkelijk is. En ja, dat het lijkt gewoon echt op een reis van angst naar liefde. En ja, vandaag hoorde ik al dat woord gentleness, zachtheid, zo belangrijk. Die mildheid naar onszelf en naar dat proces toe. En dat we niet met cursus wonderen boek op onszelf gaan, of ons hoofd gaan slaan. Of anderen, weet je niet, tot ziekte. Defense against the truth. En waarom ben je dan nu niet helemaal gelukkig? Het is toch allemaal een illusie? ja. Het ego doet ook gewoon lekker mee, hè? Met alles. Ook met vergeven. Ook met de cursus in wonderen. Zijn er mensen hier die 1 januari weer zijn begonnen met het werkboek? Ja? Nou, ego is ook lekker mee, doet ook lekker mee hoor. Die is ook 1 januari mee begonnen. Die vindt dat allemaal hartstikke leuk. ja. En een van mijn favoriete quotes van Ken Wapnick. Hij zei altijd van een goede cursus in wonderen student is een slechte cursus in wonderen student die zichzelf vergeeft. Dat is altijd zo fijn. Ik denk, oh, ja, oké. Okay. Want dat, ik weet niet van jullie, maar bij mij gebeurt dat zo vaak. Dat ik dan eigenlijk klaar ben om het wonder te accepteren. Dus ik ben klaar om te zien, oké, dat kwam dus uit angst, niet uit liefde. En dan komt het ego, waarom heb jij voor angst gekozen? Waarom ben jij zo stom dat jij voor angst hebt gekozen? Dat is wel echt heel stom van jou. Herkennen jullie dit? Ja, hè? Oké, dus dan zit het ego er alweer bij. En dan is die mildheid, oké, maar ik zie het nu. En ik kan nu, wat net ook werd gezegd, ik kan weer opnieuw kiezen. Ik had gisteren ook weer zo'n moment en ik realiseerde me, oh ja, ik kan weer opnieuw kiezen. En het is zo gaaf ook om te zien op een gegeven moment dat je echt realiseert van oké, alles wat ik buiten me zie is een reflectie van mijn innerlijke wereld. Alles, het wordt zo echt bijna een soort spel. Dus je denkt, oh ja, niks is daar meer zomaar. Toen liep ik in de winkel om mijn boodschappen te doen. En toen liep er een vrouw voor me met een hele lange jas aan. Met over heel die jas aan de achterkant stond choose, 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 choose. Ik was like, oké, spirits, I choose you. Maar, dan komt altijd eens toch, maar mag ik dan wel nog hier aan vasthouden? En pff, dat is echt dat stuk, hè, van wil ik gelijk hebben of wil ik gelukkig zijn? En het kan niet samen, het kan niet beide. Dan denk je, ja, maar ik heb toch gewoon gelijk. Wat mij altijd helpt is om te zien, ja, maar die vraag kan je ook zien als wil ik in de hemel zijn of wil ik in de hel zijn. Zo zwart of wit is het. Je kan niet 1 voet in de hemel, 1 voet in de hel.
Je kan niet een klein beetje zwanger zijn. Hè? Je bent het of je bent het niet. En zo is het ook met het accepteren van die liefde, accepteren van het licht dat we zijn. Die maakt helemaal geen compromises. Het is echt alles of niets. En ja, nogmaals, dan gaat het lijken op een compromise of op een sacrifice. Alsof we iets moeten opofferen. Vanochtend nog las ik het stuk Beyond All Idols. Sexy in de cursus in wonderen. Voorbij alle idolen, denk ik, in het Nederlands. En het gaat er dus over hoe de spirit ons eigenlijk alles aanbiedt. Die wilt ons alles geven. Alles. En wij denken met die ene idool dat dat ons gelukkig gaat maken. Met dat kleine nietje eigenlijk. Terwijl de spirit hier zegt, maar ik heb alles voor jou. Heel de hemel is van jou. Nee, maar ik heb liever dit. En dat mag. En dat mag. Zolang we dat doen, is dat ook helemaal oké. Nou, naar dit nummer toe. Mocht je het kennen, je wilt graag meezingen. Mocht je het niet kennen, je wilt graag meezingen. Mag dat ook. Dat is helemaal welkom. Ja, dus those who seek the light are merely covering their eyes. Het is er al. De spirit nodigt ons alleen maar uit om onze handen van onze ogen af te doen. En te accepteren dat we al liefde zijn. Dat we al thuis zijn, dat we al onschuldig zijn. Nobody can tell you that you're worthless. 'Cause God herself is incomplete without you. Hoe zouden jullie het vinden om op reis te gaan met mij? Deep dive. Ja? Samen. Samen kunnen we dat. Nou, cursus en wonderen
onderwijst ons dat we niet op zoek hoeven te gaan naar liefde. Dat zegt het vorige nummer ook. Dat zijn we al. Dus het zegt, je hoeft niet op zoek te gaan naar de liefde. Dat is niet jouw taak. Het is wel jouw taak om alle barrières, alle blokkades die je tegen de liefde hebt opgesteld. Waardoor die liefde die je werkelijk bent, dat je die niet meer kunt ervaren. Het is wel je taak om daar naartoe te gaan. Daarnaar durven te kijken. Om die te vinden. Te zoeken en te vinden. Want wanneer je zoekt, dan vind je het ook. En ja, zoals ik al zei, dat het ego is hier heel sterk op tegen. Die zegt, kijk niet naar binnen. Daar is het allemaal zwart met schuld. Enge slangen. Ga daar niet. En er is een heel mooi stukje in de cursus waar staat van, maar het ego roept dit eigenlijk veel te vaak en veel te hard. Het is bijna een beetje suspicious van, waarom roep je dit zo hard en zo vaak? En dat is omdat onder die schijnbare angst van het ego zit eigenlijk een veel, veel grotere angst, een andere angst. De echte angst van het ego. Die zegt, wat als we nou gaan kijken? Wat als jij nou naar binnen gaat kijken? En ziet dat daar eigenlijk helemaal niet die schuld is. Wat als jij nou naar binnen kijkt en ziet dat er eigenlijk alleen maar liefde is? En dat is waar het ego echt bang voor is. Die wil graag dat die slangen slangen blijven. Terwijl wanneer we met de spirit kijken, zien we dat die slangen eigenlijk gewoon stukken touw waren. Helemaal niet gevaarlijk. En ik weet niet of dit jullie ervaring is, maar soms kan een cursus in wonderen best wel intellectueel worden. Zo'n dik boek, veel woorden. En dat is ook weer een trucje van het ego natuurlijk, om het allemaal, om daarover te gaan filosoferen en uit te gaan leggen. Terwijl voor mij, en ik denk voor velen ook van jullie, het was voor mij zo makkelijk om muziek te maken van een cursus in wonderen, omdat het is al muziek. Als je het echt binnen laat komen, die teksten, het is gewoon echt goud. Het zijn gedichten, het is echt poëzie. En het wil ervaren worden. Het wil echt ervaren worden. Vergeving wil ervaren worden. De liefde die we zijn wil ervaren worden. Het licht die we zijn wil ervaren worden. Ik kan heel de dag praten over hoe lekker chocola is. Maar als je het nog nooit hebt geproefd, heb je er niet zoveel aan. En mijn manier om die ervaring te krijgen, te delen, te geven. Jullie hebben het misschien al wel gemerkt, is muziek. En toen ik jaren geleden stembevrijdingopleiding deed, deed ik dat om zelf vrijer op het podium te staan als zangeres. En ik had helemaal geen weet ervan dat het me jaren later zou helpen om de cursus in wonderen op een hele praktische manier toe te kunnen passen. En dit wil ik ook graag met jullie delen. Dus ik ga graag op reis. Waarin we dieper kijken naar de blokkades die we tegen de liefde hebben opgesteld. En tegen het idee, wat de titel die voor mij kwam voor deze lezing. Je bent het licht van de wereld. Nou, hè? Geloof je dat? Hallo, ik ben Neda. Ik ben het licht van de wereld. Daar hebben we heel veel weerstand tegen, denk ik. Ik denk vooral al helemaal in Nederland worden we zo opgegroeid. Hè? Doe het maar normaal, dat doe je al gek genoeg. Ik weet nog dat ik vroeger altijd als mensen tegen mij zeiden van, ik hoor dat je mooi kan zingen. Dan kon ik ook nooit zeggen van, ik kan mooi zingen. Dat was altijd, dan moet je maar aan die vragen. Of valt mee. Of, hè, we worden heel, moet allemaal wat we dan humble noemen, hè, nederig. En de cursus in wonderen leert ons juist, maar dat is helemaal niet nederigheid. Om te accepteren dat jij het licht van de wereld bent, dat is nederigheid. Ik dacht, hè? Dat is echt
upside down thinking. Dat ik het licht van de wereld ben, dat is nederigheid. Waarom dan? Er staat, ja, maar dat is hoe God jou geschapen heeft. Het is juist, dat is ware nederigheid. Is om te accepteren wie jij werkelijk bent. En voor het ego is dit arrogantie. Je bent het licht van de wereld. Wie denk jij wel niet dat je bent? De cursus wonderen leert ons, nee, het is juist arrogant om te zeggen dat je iets anders bent dan dat. Het is een heel andere manier van kijken, van denken. En nogmaals, ja, daar kunnen we over praten. Maar we gaan het ervaren door te kijken naar, oké, waar zit dan die weerstand? Waar zit dan dat stuk die zegt, nee, maar dit kan echt niet waar zijn. Dat ik het licht van de wereld ben. Ja, dag. Of misschien een andere, ja, jij misschien, maar ik niet hoor. Of andersom, ik wel, maar jij niet. Dat kan ook nog, hè? Oké. Dus sommigen hier, weet ik, die zijn al vaker bij mijn sessies geweest. En sommigen zijn misschien nieuw. En weet dat je het helemaal niet fout kan doen. Je mag ook gewoon helemaal stil blijven. We helen allemaal samen. Dus ook als iemand anders, als het lijkt van, wow, die gaat echt door dingen heen, joh. Doet dat allemaal voor jou. Doet dat allemaal speciaal voor jou, zodat jij dat niet hoeft te doen. We zijn allemaal verbonden. Dus moedig die persoon maar lekker aan. Maar lekker dankjewel, dan hoef ik het niet meer te doen. Dus je kan het niet fout doen. En de uitnodiging is echt om te blijven voelen. Blijven voelen, wat gebeurt er? En dat alles wat opkomt, dat is perfect. Dat is helemaal hetgene wat op moet komen. En dat is ook voor de mensen thuis. Je kan het helemaal meedoen op jouw eigen manier. Dus ook wat daar opkomt. Als je wel geluid maakt en je denkt, ah, wat zullen de buren wel niet van me denken. Neem dat ook mee. Dat hoort er ook bij. En dat mag er ook zijn. Okay. Dus laten we onze reis traveling cap of traveling hat zetten we op. Als het oké voor je voelt, mag je je ogen sluiten. Voel je voeten weer even op de vloer. En voel eens even, wat gaat er nu door je heen? Ben je ontspannen? Of voel je juist wat spanning van, oké, wat gaat er nu gebeuren? Kijk eens of je dat helemaal kan toestaan. En adem eens diep in op wat er aanwezig is voor je. En uit op een grote zucht. En nog een keer, kijk eens wat is er in mij aanwezig. Adem daarop in. Elke keer dus die uitnodiging om bij het inademen in te ademen op wat zich aandient. Dus dat kan een gevoel zijn, een emotie, een gedachte. En op die uitademing geef je daar geluid aan. Op wat voor manier dat ook maar wilt komen. Dus laten we dat nog een keer doen. Adem in. En kijk eens ook of je gezicht ontspannen is. Misschien wil je wat gekke bekken trekken. Of je kaak een beetje bewegen. Heel goed. Oké, we herinneren dat de Spirit ons elke stap begeleidt. Dus we hoeven helemaal niks zelf te doen. Dus kijk eens of er nog dingen zijn dat je denkt, ja, misschien kan ik dit toch fout doen. Of bepaalde dingen die ik zou moeten weten om dit goed te doen. Kijk eens of je die helemaal kan overgeven. Terwijl we echt herinneren, oh ja, alleen maar die bereidwilligheid. Dus die intentie die je net hebt gezet, die is gehoord. En de Spirit zal precies datgene aanreiken waar jouw hart klaar voor is.
plaats. Dan nog een keer diep inademen. Oké, we gaan naar binnen. We gaan dieper. De spirit neemt ons mee naar binnen. Voelen wat er gevoeld wil worden, laat het omhoog komen. Als er tranen willen komen, geef het ruimte. Oké, nou samen met de spirit. Wat laat de spirit omhoog komen voor je? Als je denkt aan dat ik ben het licht van de wereld. Kijk eens wat de spirit voor je omhoog haalt. Een moment in de tijd waar je hier niet overtuigd van was. Een moment waar je iets anders geloofde dan dit. Kijk eens welke scène er jou wordt aangereikt. Een moeilijk, een pijnlijk moment wat nog in je onderbewustzijn zat te wachten om geheeld te worden. Kijk eens of je het kan verwelkomen zonder oordeel. Wat er ook opkomt, misschien is het iets van heel lang geleden. Misschien is het iets van nog niet zo lang geleden. En laat het maar omhoog komen, geef het ruimte. Blijf ademhalen. Blijf voelen, wat gebeurt er nu in mijn lijf? Weet dat de spirit, de engelen, begeleiden dit. Je kunt het niet fout doen. Dus misschien zie je jezelf als klein meisje of kleine jongen. En kijk eens wat doet dit met me? Waar voel ik het in mijn lijf? Misschien in je keel of in je hart, in je borst, in je buik. En we gaan hier meer ruimte aan geven. Dus op elke inademing nodig ik je uit om in te ademen op wat zich aandient. En op de uitademing maken we geluid. We kunnen beginnen met die zuchten. En je zult zien dat je stem dat op een gegeven moment wil uitbreiden naar geluid. En wat er ook opkomt, misschien is het heel zacht, misschien is het heel hard. Kijk eens of je alle pijn en verdriet, spanning van die herinnering uit je mind kan bevrijden. Het heeft er lang genoeg gezeten. En het zat te wachten om bevrijd te worden, om gezien te worden. En je stem is een fantastisch, fantastisch wondermiddel om te helpen bij die bevrijding. Dus kijk maar wat er omhoog wilt komen. En nogmaals, als je voelt om stil te zijn, mijn stem is jouw stem. Dus je mag je ook met mijn stem verbinden. Je kan het niet fout doen. Oké, kijk weer even naar deze situatie. Alle oordelen die je er misschien nog over hebt. Dit is niet het punt om spiritueel te doen over deze situatie, maar om echt jezelf toe te staan om alle pijn en verdriet omhoog te laten komen, zodat het geheeld kan worden. Geef het ruimte. Dus ook als het klinkt als een klein kind, de oordelen, de schaamte, de projecties. Laat ze omhoog komen. Als je lijf wilt meebewegen, laat het meebewegen. Oké, dus adem in op wat aanwezig is, wat zich aandient. Wat voor zucht of geluid ook maar wil komen. Je kan doorgaan op je eigen tempo.
te zuchten. Steeds die hand van de Spirit, die houdt jouw hand vast, begeleidt jou met zoveel liefde, zoveel geduld. Je kan het niet fout doen. Ga dan samen kijken in die situatie. Welk geloof zat er onder die pijn? Als we zien dat die pijn getriggerd werd, wat zit eronder? Kijk eens samen met de Spirit. Het zat er een overtuiging die tegen de waarheid ingaat, tegen die waarheid van jij bent het licht van de wereld. Dus kijk eens in die situatie. Wat geloofde je over jezelf? Bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg. Het ego zegt, ja kijk maar, deze situatie die bewijst dat toch? Hoe kan het nou anders zijn? Het ego gebruikt deze herinnering als bewijsmateriaal om jou te doen geloven dat je niet goed genoeg bent. Of dat je verlaten bent, of dat je er niet toe doet, of dat er niet voor je wordt gezorgd, of dat je er alleen voor staat. Kijk eens, wat is het? Wat zit eronder? Laten we dieper kijken. Kijk samen met de Spirit. Wat bewijst deze situatie jou? Van nee joh, je weet toch dat je liefde bent. Dat zegt de cursus toch? Durf te kijken. Durf te kijken. Wat bewijst deze situatie jou? Dat je er niet bij hoort. Dat je niet geliefd bent. Dat je er niet werkelijk toe doet. Dat er niet om je gegeven wordt. Kijk eens, wat is het voor jou? Laat die overtuiging dan ook weer helemaal omhoog komen. Geef het weer ruimte. Ook al doet het pijn of voelt het verdrietig. Oh, je mag blijven zuchten. We herkennen deze overtuiging. Kijk maar eens hoe die nog meer in jouw leven leidt. Waar die om de hoek komt kijken in je relaties. In je werk. En voel dan eens bij jezelf. Ben je er klaar voor? Dat deze overtuiging vervangen wordt voor de liefde. Even vasthouden. Dat mag ook. Maar ik denk niet dat jullie hier zouden zijn als jullie hem graag nog zouden willen koesteren.
dappere, dappere mensen. Ik wil dat jullie je voorstellen alsof je stem een reusachtig licht is. Wat een licht schijnt op alle plekken in ons waar deze overtuiging actief is. En we doen dat door net als net weer geluid te geven aan wat er opkomt. Je hoeft het niet bewust te doen. Of niet te begrijpen wat er gebeurt. Je stem onder leiding van de Spirit zal al het werk voor je doen. En hoe minder je bemoeit, hoe beter het eigenlijk gaat, ervaar ik zelf altijd. En je kan je dan voorstellen dat elke toon die je loslaat, dat je die overgeeft in de handen van de Spirit. Alsof met elke toon je een stukje van die duisternis, een stukje van die angst, een stukje van die overtuiging van liefdeloosheid vervangt voor licht. En zoals een cursus in wonderen zegt, light does not attack darkness, but it does shine it away. Dus licht valt de duisternis niet aan. Het gaat er niet meer in gevecht. Het is geen oorlog tussen duister en licht. En spannend, wie gaat er winnen? Zodra het licht op de duisternis schijnt, is het meteen weg. Dus het enige wat wij hoeven te doen, is die duisternis over te geven. Zichtbaar te maken. Dus weer die dapperheid, er durven naartoe te gaan. En dat doen we nu samen. Dus ik nodig je uit om op die overtuiging in te ademen. En om op je uitademing helemaal over te geven aan het licht, over te geven aan de Heilige Geest. En we doen het weer een aantal rondes. Je mag hier geluid aan geven. Het mogen zuchten zijn. Het mag geluid zijn. Als je lichaam mee wilt schudden. Laat gebeuren wat wil gebeuren. Over. Ooh.
has left but a blessing. Zullen gebruiken om ons te herinneren aan de liefde die we werkelijk zijn. Dat is waar we het voor willen gebruiken. Dat is nog één hele grote diepe zucht. Blijf nog even in deze meditatieve space. Dan heb ik een mooie mantra voor jullie die we samen kunnen zingen. Ik ben het licht van de wereld. En weer die uitnodiging. Blijf eens voelen, wat gebeurt er als je die zingt? Komt er nog iets omhoog? Een bewijs dat dit niet waar is? Laat het omhoog komen, geef het over. Blijf voelen wat er bij je gebeurt. Ik zal hem één keer voorzingen. Voel je vrij om het helemaal eigen te maken, te harmoniseren. Of om gewoon stil te zijn en te mediteren erop. Wat voor jou goed voelt. Hij gaat zo. Ik ben het licht van de wereld. Proberen. Ik ben het licht van de wereld.
rustig je ogen open als die nog niet open zijn. We gaan de tekst even schijnbaar veranderen. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde. Jij bent het licht van de wereld. En kijk eens of je om je heen kunt kijken terwijl je dit voor elkaar zingt. En weten dat als ik jou zo zie, moet het wel zijn dat ik mezelf ook zo zie. Dus kijk eens hoe dat voelt voor je. Om het te geven en het ook gelijk te ontvangen. Okay. Jij bent het licht van de wereld. Misschien is het moeilijk om het helemaal te accepteren. Of denk je, nee, dit is niet zo. Laat dat ook toe en geef dat allemaal over aan de Heilige Geest. Van de ander kan herkennen. Jij bent het licht van de wereld. Jij bent het licht van de wereld. Jij bent het licht. Jij bent het licht. Jij bent het licht van dat nu ook weer kan zien. Dat als ik zeg, ik ben het licht van de wereld, zeg ik ook, jij bent het licht van de wereld. Hoe zou het zijn als we elkaar zo zouden ontmoeten, hè? Dat we dat allemaal zo voelen. En ja, kijk maar wat er opkomt. Ik ben het licht. Ook je ogen sluiten. Ik ben het licht. Ik ben het licht. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben het licht van de wereld. Naartoe wilt. Als we denken aan iemand, misschien een dierbare of iemand die je niet kent, iemand die je wel kent, waarvan je denkt dat die
nu misschien echt door een dark night of the soul heen gaat. Of een moeilijke tijd. Iemand die deze herinnering mooi zou kunnen gebruiken. Laten we ook voor deze mensen, die ook deel uitmaken van ons, zingen: jij bent het licht van de wereld. Iemand waar we wat meer moeite mee hebben. Kijk eens of we ook voor deze persoon kunnen zingen: jij bent het licht van de wereld. Want als ik mijn licht inhoud voor ook maar één persoon, is dat hetzelfde als dat ik het allemaal inhoud voor mezelf en mezelf niet gun. Het is weer die alles of niets. Dus kijk eens of het mogelijk is. Als er iemand in je mind opkomt waar je het lastiger voor vindt om liefde en licht te wensen. Kijk eens even en kijk eens of je binnen kan laten komen dat je jezelf die liefde ontzegt. Altijd jezelf. Kijk eens als dappere reiziger of je ook voor deze persoon dit kan zingen en het samen met hem of samen met haar zelf in ontvangst kan nemen, zelf weer kan herinneren. Wat wil schudden. Oké. Als het oké voor jullie voelt, wil ik jullie vragen te gaan staan en met je ogen open. Dan ronden we het af met nog een paar keer staand, als dat fijn voelt voor je. Met: ik ben het licht van de wereld. En kijk eens met deze laatste rondes of je lekker je eigen saus aan kan geven. Dus hoger, lager. Maak er iets leuks van. Ja? Lekker buiten de lijntjes mag je kleuren. Maak er iets van. Mag heel anders klinken. Wat goed voelt voor je. Oké, here we go. Ik ben het licht van de wereld. Ben het licht.
Dank jullie wel, dank jullie wel. Wauw, wat een dappere reizigers zijn jullie. Dank jullie wel dat jullie met mij aan het wakker worden zijn. En dat ik het niet alleen hoef te doen. Dat is echt heel fijn, dank je wel. Voordat ik het woord over ga geven, ik denk aan Wiebe of aan jou? Aan Wiebe? Nee, nou. Je bent wel het licht van de wereld, hè Wiebe? Nou. Ik wil daar nog daarvoor even... iets zeggen, want voor degene die denken, ja, nou, dit vind ik nou echt een leuke manier om met de cursus in wonderen bezig te zijn. Ik nodig jullie heel graag uit. Eind februari geef ik een retraite in de Maanhoeve. Jeroen, die zit hier. Jeroen is van de Maanhoeve. Hele mooie plek in Drenthe. Eind februari geef ik daar een weekendretraite. Dus er is een weekend vol van dit soort mooie sessies. En als je nog meer wilt, geef ik in juli ook een week retraite. Maar dat is helemaal in Bali. Dus dat is iets, dan gaan we echt reizen samen. Ook fysiek reizen. Dus dat kan je allemaal op mijn website vinden. Er liggen daar kaartjes die je kan scannen. Dan kom je op mijn website. Ik heb ook mijn albums meegenomen. En ik hoorde al sommigen, ja, ik heb geen cd-speler. Nou, precies daarom heb ik wel mijn tweede album echt als een boek gemaakt. De cd voor de paar mensen die toch nog zeiden van ik wil echt graag een cd, heb ik de cd erbij gedaan. Maar het is vooral een heel mooi boek waar alle teksten in zitten. Prachtige cursus in wonderen quotes, maar ook kunst van mensen over heel de wereld. Dus mocht je geen cd-speler hebben, gebruik dan die cd alsjeblieft gewoon als kerstversiering of als onderzetter voor je theetje of koffie. Maar laat het je niet ervan weerhouden om even te gaan kijken. Want er is echt heel veel, er hebben zoveel mooie artiesten aan meegewerkt. En er zijn nog wat andere mooie dingen daar. Dus ik zal mezelf hierna begeven naar de boekentafel. Dus mocht iemand een gesigneerde cd willen, doe ik dat ook heel graag. En dat was het eigenlijk voor nu. Dus heel erg bedankt. Dank jullie wel. Ik zie jullie graag nog eens. Dankjewel. Dankjewel. Je bent het licht van de wereld. Wow. Ik heb eigenlijk niet zoveel woorden. Ja, we hebben de tranen en de dans en de bewegingen gemaakt. Het kwam heel diep binnen. Dank. Ik denk dat ik wel voor iedereen mag spreken. Ja. Heel mooi. Die mag je mee naar huis nemen. Geef ze een mooi plekje.